Ik ben Francisca Jonker, een van de leden van de kunstcommissie van de Beeldentuin Ravenstein. En ik wil iets vertellen over Gertie Boeien en Broodspot, die dit jaar onze trekker is bij deze tentoonstelling. Gertie is een bekende Nederlandse kunstenares die al jaren meegaat. En zij laat zich vooral inspireren door de klassieke oudheid. Dus rond de Middellandse Zee heeft zij in allerlei landen opgravingen gedaan en ze ziet daar klassieke beelden letterlijk die in de grond zitten, resten. Maar ze ziet ook als het ware voor zich wat er geweest is, dus in de fantasie. En dat kan je zien in haar werk, want je ziet bijvoorbeeld torso's zoals uit de oudheid. Je ziet ruïnes, je ziet resten van beelden. Maar Atlantis, het mythische Atlantis, zou ook daar geweest zijn. En daar laat ze zich ook door inspireren. Met beeldhouwwerk, zoals wij hier vertonen, maar ze schildert ook. En ze maakt een prachtig boek met al haar werken, een codex. En nu is ze bezig in onze ruïne, die eigenlijk vergeleken bij de klassieke oudheid een jonkie is, haar werken tentoon te stellen.